En nu is het denk ik even shoplog tijd, want ik heb wel echt heel veel leuke dingen gekocht. Maar waar doe ik dat? Oké, dit zou zelfs ook nog kunnen, maar dan zie je je schoenen er niet bij. En dat is niet zo mooi. Nee, dat is niet mooi. Het is denk ik zonde om de hele wand te vullen met dit kleine ding. Dan zou ik echt een grote spiegel moeten doen. En hier zit een lichtknop, dus dat kan ook niet. Dus de grote spiegel gaat gewoon boven. En hier komt dan een wat bredere. Ik wou deze in een bredere variant gewoon vierkant, maar die was dus op. En ik heb dus de zorg van Weekamp gemist. Vet zielig, want die kan speciaal voor mij, maar ik kon het niet annuleren. Ik had voor 10 euro deze gekocht. Ik weet niet of ze die nou hadden. In Weesp hadden wij die wat hoogpolerigere. En ik dacht, heel misschien is deze leuk hier voor het kleedje. Voor de bank, maar ik denk het niet. Anders wilde ik hem bovenleggen of iets. Ik wil er sowieso iets mee doen. Want ik vind dit gewoon heel erg leuk. Hij is wel echt heel wit. 4 van deze borden gekocht. Ik vind ze echt heel leuk. Ik mag dus niet te veel, maar ik vind 4 wel een goed aantal. Ik heb die van de Action al laten zien, volgens mij wel. Ik had eigenlijk nog niet echt eetborden. En ik vind op zich dat een maaltijdbord helemaal niet heel groot moet zijn. Want dan eet ik ook gewoon minder als het zo'n bord is. Ik vind hem echt heel mooi oud roze. Echt heel mooi. En die kan je ook als ontbijtbord. En heel mooi in combi. Hier heb ik ook 4 van met deze. En ik vind altijd, zeg maar, hele diepe pastaborden zijn zo onhandig in de vaatwasser. Dus deze vind ik zo mooi. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Ik vind het echt hele toffe kleurtjes. Je denkt echt niet dat je die gewoon bij IKEA hebt gehaald. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Misschien vind ik het ook een beetje onnodig. Ik vind het hele leuke bakjes van Blond. Maar deze borden staan gewoon echt mooi chic in een open kast. En ik vind dit toch een beetje te rommelig. Eigenlijk. En ik vind het een beetje overdreven om alleen maar zo dit hier neer te zetten. Dat is echt heel, ja, wel handig. Maar het is natuurlijk zonde van de ruimte. Nou, ik heb even deze glazen. Zal ik even laten zien. 4 van deze. Als een soort wijnglas. Ik hoef geen echte wijnglazen. Maar ik vind deze wel heel leuk. Wij hebben deze dus in het kleine Weesp. En die heb ik dan nu in het groot. Ik vind die wel heel tof. Daar ook 4 van. En Lynn en ik hadden dus bedacht dat we die, omdat het wel mooi is, dus zichtbaar neerzetten. Want kijk, het is gewoon echt weinig. Hier moet... Kijk hoe vol dit nu al staat met alle snacks die ik had gekocht voor gisteren. Ja. Ik wil dus maar 1 besteklade doen. Bestek heb ik weer gemist van de H&M. Want ik wil heel graag hier thee en koffie. En ik vind dat altijd zo handig als mensen dat hebben. Ik moet gewoon niet veel kopen. En ik heb nu wel weer dingen nieuw gekocht. Maar het valt echt wel mee. Ik weet dat ik altijd heel schommelig film. I know. Kijk, ik heb helemaal niet veel glazen. Dat zijn dan de enige van glas. En ik ben dus gemerkt dat ik een beetje van het cute af ben. Want deze vond ik echt geweldig. En nu vind ik ze een beetje kinderachtig eigenlijk. De homespullen van Comme vind ik dan wel weer helemaal geweldig. Dus ik weet ook niet waar dat aan ligt. Die heb ik echt heel kort geleden pas gekocht. Kijk, dit staat wel heel mooi. En ik zei tegen Lynn, ja, maar dan wordt het toch stoffig. Maar toen zei ze van, je hebt niet veel, weet je. Dus je gebruikt het vaak, als het goed is. Dus dan wordt het ook niet stoffig. Dit is wel heel mooi staat dit, vind ik hoor. Vroeger had ik hier dus dit soort dingen staan. En dat staat lelijk. Dus. Ik film maar even gewoon zo. Ik heb een onderlaken gekocht, een wat duurder. Hij is 20 euro. Maar hier zit elastaan in, waardoor hij veel steviger voelt, vind ik. En daardoor kun je hem dus heel goed om mijn bed heen stretchen. En ik haat het als het zo'n dun onderlaak is die helemaal gaat plooien. Dus volgens mij is dit precies zo'n eentje die ik zoek. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik had ook nog even mijn moeder, maar... Het is gewoon fijn om er 2 te hebben en het duurt zo lang voordat ik haar weer zie. Deze hebben we thuis nu in wezen met zwart voor de ramen. Deze heb ik dus gekocht. Die past als het goed is. Precies had ik gemeten. Hier. Ik wilde eerst roze doen, toen dacht ik nee, wit. Gewoon een witte. Daar hangt er dus ook eentje. Met zo'n lelijke roller. En dit is echt zo mooi die naar beneden kan trekken. Maar het was wel echt 35 euro, dus ik heb wel weer echt money spending gedaan. Ik weet niet of het moeilijk is om die erin te krijgen. Besta kast met Besta... deurtjes en een plank. Ik weet niet waar de plank nu is. Horizontal op de trap. En een spiegelkast, maar dat kan ik dus niet zelf. Zit ik weer hier. Even een beetje de huishoudelijke dingen. Deze hebben we nu een beetje, vind ik. Het neemt wel veel ruimte in, maar deze zijn wel echt heel erg handig. Maar dat heb ik die heel vaak gebruikt. De kleinste maat plastic zakjes, die leken me wel handig. Dit vond ik echt dat je denkt, wat moet ik ermee? Het is heel groot, maar ik heb dit zo vaak nodig in mijn leven. Als je in een fles moet of in een smalle beker om schoon te maken. Een setje met een, zeg maar, een ei opschepper. Even de naam niet, een kleine lepel. Een soeplepel. En pasta. Ik geef ze hem even de woorden. Sorry als kinderen kijken, jongens. De juf weet het even niet. Pasta schepding. En nog een pasta tang. Of zoiets. Daar heb ik een ding voor en ik hoop dat het daarom in past. Ja, een aardappelpuree stamper. Een stamper. Ik dacht eerst ik wil hem niet. Toen dacht ik ja, maar ik stamp ook wel bananen en zo. En een blikopener. Ik kon geen knoflookpers vinden. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk is het veel te zwaar. Maar in Weesp hebben we haakjes hangen en dat is echt heel chill, van die zuignapjes. Dus misschien kan ik dat hier weer hangen. Ja, ik denk het wel.
Ik denk dat ik dat wel ga doen. Ja, het kan. Ik denk dat ik het liever aan haar heb. Het is zo groot en handig. Zeg dat het wel veel gezelliger is om het samen te doen. Zoals gisteren dat de jongens boven bezig waren en ik hier met Lynn bezig was. Dat is echt veel leuker. Ik hou er al van om dingen in mijn eentje te doen. Maar dit is toch echt wel een stuk gezelliger met iemand anders. Dan heb ik hierachter nog een witte plank liggen. Dat is speciaal bedoeld voor schilderijtjes en zo. Er zit ook een randje in en een randje ervoor. Maar dat wil ik precies heel graag boven de bank. Dat vind ik echt heel tof. Met plantjes, misschien ook een schilderij, wat dan ook. Dan heb ik nog dingen van Bonmar die ik mee heb genomen. Want die wil ik ook hier in huis hangen. Waaronder deze spiegel. Ik wil voornamelijk, als ik goud of zilver heb, wil ik goud accent. Dus deze is dan echt top. Kijken waar ik hem ga hangen. Ik vind deze spiegel echt heel tof. Deze wil ik in mijn huis zetten. In een vensterbank of op de zwarte kast. Of daar boven de bank. Met deze potjes. Tot nu toe had ik ze een week niet in het huis gezet, want vond ik het te druk. Nu ik weer lekker leeg begin. Leeg. Kijk, dit is ook wel schattig, maar ik vind het niet echt kinderachtig, snap je? Deze vind ik echt geweldig voor kleine ringetjes. Ik denk dat ik die wel hier ga zetten. Deze komt denk ik boven bij de Comois dingen, op mijn jewelry. Om wat kettingjes aan te hangen, want in Weesp hingen we het natuurlijk aan die tap. Dat was echt heel chill, maar dat heb ik hier niet. Deze potloden mocht ik van mezelf hebben, die ga ik in een bakje doen. Deze potloden zijn echt best wel duur hoor. Ik vind ze ook echt heel duur, maar ja. Ik vond ze te leuk, dus ik wou ze wel inkopen. Ik ga trouwens echt proberen om van bijna alles linkjes te zoeken en zo voor jullie. Dat vind ik altijd heel chill bij zo'n video, als je alles gewoon terug kan vinden. Niet alleen van Comois, dus ook van de andere dingen. En dit schaaltje ook voor sieraden wil ik ook. Ik weet niet of ik het hier beneden ga zetten. Of boven bij de... Boven wordt de Comois werkplek. Kijk, zo cute. Ik ga ze voor nu even... Oh, en nog één ding, maar ik weet niet of ik die ga neerzetten. Want dan wordt het misschien wel een beetje too much en kinderachtig. Dat is het wolkenschaaltje. Maar ik denk dat ik het dan nu net te veel vind worden. Super leuk om zo mijn eigen spulletjes hier ook neer te zetten. Dat vind ik echt heel leuk. Deze is echt heel chic, vind ik. Ik vind deze echt totaal niet kinderachtig. Deze vind ik echt heel mooi. Dat is echt leuk. Hier wat sieraadjes, zeg maar, die ik gewoon draag. Ja, en deze heb ik zoveel herinneringen met Ruup. Ik weet niet zo goed waar ik hem wil zetten. Want er eentje staat het dan een beetje rommelig. Maar ik wil hem echt niet wegdoen. Oh, dit is zo gold als ik dit allemaal zie. Oké, ik ga nu even stoppen met filmen. Want het wordt denk ik een beetje saai. Oh, nog één ding wat ik had gekocht. En dit was echt niet duur. 3 euro of zo. Wat ik heel chic vind lijken. Misschien op beeld niet, maar het is echt heel mooi. En dit zijn dus onderzetters. Ook in een houder. Ik weet niet of goud echt bij mijn interieur past. Nee. Het past echt niet bij mijn bank. Oh. Het staat niet mooi. Maar ik vind ze zo gaaf. Het is echt heel cool. Nou. Wel bij dit staat het. Kijk, snappen jullie dat ik dit een beetje kinderachtig vind nu? Ik ben echt gek op blond, maar... What to do? Ik baal een beetje, want ik kan eigenlijk net niks doen. Eigenlijk altijd als ik papa om zijn gereedschap vraag, dan geeft hij zijn elektrische schroevendraaier. Maar nu heeft hij zijn boor gegeven en echt 10 miljoen dingen die ik niet kan gebruiken. Maar niet de schroevendraaier. En daar kan ik eigenlijk niks, want... Het is allemaal veel te zwaar met de hand te schroeven. En ik heb geen zin om nu 40 minuten heen en weer te rijden. Dan heb ik ook weer niks aan mijn avond. En ik wil eigenlijk gewoon zondag klaar zijn. Dus ik ben een beetje gestrest nu. Want het is best wel vermoeiend. En in je eentje is het echt heel lastig, merk ik. En nu weer helemaal heen en weer rijden vind ik gewoon echt tijdverspilling. Maar ja, aan de andere kant kan ik nu niks doen. Kijk, ik heb hier een boor en ik heb hier een kist met echt 10 miljoen gereedschappen. Waarvan ik echt mijn god niet weet wat ik ermee zou moeten. Oké, ik voel me een tikkeltje verwend nu. Maar ik had iets van, ja, jullie kunnen toch ook hier op de bank tekenen om te drinken en zo. En toen zei hij nee. En toen een paar seconden later, mama wil wel. Dus nu komen ze eraan. Ik vind het ook oprecht gewoon gezellig. Of ze nou hier thuis zitten thee te drinken of hier. Ik heb hier alles. En dan kan ik ondertussen gewoon ook even een beetje wat schroeven. En ik vind het super gezellig, want ik merk dat ik het echt niet leuk vind om in mijn eentje te klussen en zo. In mijn eentje zijn kan ik nog goed, maar het is zoveel gezelliger. En het tempo zit er lekker in en... Ja, mening van een ander vraag, dingetjes samen doen, is veel leuker. Het is ook echt gezellig dat Lot morgen komt. Het is nu 9:56. We hadden echt precies nog op tijd geboord. Kijk, hier is papa nu. Die heeft net met mij en mama die plank daarin gedaan. Hij zit zeg maar net niet in het midden van de kamer. Hij gaat misschien iets naar links moeten, maar ik wil hem het liefst in het midden van de bank, maar de muur loopt schuin. Maar ik vind het wel leuk speels. Muur uit bol. Kijk hoe leuk. En er komt nog een lijstje op. En dit is dus Bolly, dat weten jullie nog niet. Kom eens, pootje, Bolly. Hij kan echt nog geen pootje. Oeh, hey, Bolly, goed zo.
Mama heeft hem vast even meegenomen, dat hij vast eventjes kennis kan maken met... Oh, wat mooi. Met mij en met het huis. Hi, Polly. Hij is heel bol in de kooi, maar bij mij is hij nog niet heel bol. Dat is een beetje in dat hoofdje. Hij moet even wennen nog. En we moeten even kijken waar we hem kunnen zetten. Ik denk daar en dan komt daarboven dus mijn spiegel. En dan de parfum kan ook prima daar trouwens, mam. Kijk. Ja, maar ik vind dit leuk. Kan prima. Qua hoogte perfect. En daarboven een schilderij. Een spiegel, precies goede hoogte. Zo. Ja, en wat fijn is, is dat hij dus de bescherming heeft van deze muur op het gebied. Ja, en tegen de keuken beschermt. Zie je? Ja. Want de keukendamp gaat vooral zo. Ja, het is echt topplek. Ja, top. Veel beter dan hoe Slimpy stond. Nu wil ik zelf nog heel even de dingen in de deur doen. Oké, jongens, het is nu zaterdag. Nu ben ik met Lot. Hallo. Hallo. Dit is Geuren. Welkom bij de verhuisvlog.